Het is zo'n 100 jaar geleden dat de vrije school in Nederland werd opgericht. Welke waarde heeft dit onderwijs vandaag en hoe draagt het bij aan de ontwikkeling van mens en maatschappij? In deze interviewreeks spreek ik met bekende en minder bekende oud-leerlingen en onderzoek ik welke rol de vrije school heeft gehad in hun persoonsvorming en carrièrepad. Mijn naam is Laurens Knoop, ik ben voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen en vandaag is bij ons de gast klimaatgezant en oud-ambassadeur in het Vaticaan, Jaime de Bourbon de Parme. Jaime de Bourbon de Parme, welkom bij dit gesprek over jouw tijd op de vrije school, jouw leven nu en alles wat daar tussenin zit. Ik vind het superleuk dat je hier bent. We hebben zelf nog bij elkaar 1 jaar in de klas gezeten. Inderdaad, ja. In Zeist. Voor mij het eindexamenjaar. Voor jou eigenlijk een verlenging van een hele lange periode in Zeist op de vrije school. Laat ik beginnen te vragen, hoe was de vrije school voor jou? Ja, voor mij was het gewoon school. Ik heb daarvoor wel eerst in een jezuïetenschool in Spanje gezeten en toen een internationale school en toen pas vrije school. Dus ik weet wel het verschil tussen de vrije school en andere. En op de vrije school waren de kamers, de hoeken waren weggewerkt. Het was warmer, ronder, pastelkleuren, tekeningen op de bord waar de leraar de ochtend iets moois had gemaakt. En een heel divers groep mensen. Dus mensen wiens ouders hele andere dingen deden, andere delen van de bevolking allemaal bij elkaar, maar wel met een duidelijke visie. Dus ik vond het een heel warm bad. Ik heb het eigenlijk heel erg naar mijn zin gehad. Het past heel goed bij mij. Jij kwam dus eigenlijk van een buitenlandse school, waar je dus ook al andere ervaringen had opgedaan. Ja. Zowel cultureel, nationaal, als ook qua onderwijssysteem. Ja. Wat herinner je toen je daar voor het eerst op die school kwam? Is daar iets specifieks aan verbonden? Eerst was het kijken waar, want ik heb een tweelingzus, zouden we samen in de klas gaan of niet? Mariet heeft nog even een jaar in de parallelklas, maar toen uiteindelijk toch weer bij mij in de klas gezeten. Ik herinner me nog dat ik Nederlands nog beter moest leren. Want ik had eerst Spaans, Frans en Engels geleerd. Thuis Nederlands gesproken, dus het ging redelijk snel. Maar echt ik moest echt erin komen, zeg maar. Dus dat was even een opstartmoment. Maar ik voelde me eigenlijk heel snel heel thuis. Ik moest, het was al voor het eerst weer in Nederland. Dus daar speelde mijn familieachtergrond weer een rol. En dat is de Nederlandse koningfamilie. Dus hoe gingen de klasgenoten mee om? Hoe gaan wij ermee om dat zij ermee om moeten gaan? Dus dat was ook even een aanpassing. En het buitenland speelde dat minder. Dus dat speelde allemaal. En op een gegeven moment vind je heel snel je vriendjes en je vriendinnetjes. En gaat school, is gewoon school. Hmm. Ja. Ja. En jullie waren dus een bijzondere familie. Dat werd natuurlijk ook zo gezien. Dat wordt waarschijnlijk nog steeds zo gezien vandaag. Ja. Voor jullie. Hoe was het zo dat de klasgenoten daar eigenlijk, dat die dat op een gegeven moment vergaten? Op een gegeven moment ben je zo lang, hoe ging dat? Zo lang bezig, je zou het die klasgenoten moeten vragen, maar ben je zo lang bezig dat je elkaar gewoon, je bent dagelijks bij elkaar, dus uiteindelijk valt al die andere dingen vallen weg. Ja. En iedereen heeft zijn familieverhaal die meeneemt. Dus dat maak je allemaal mee en dat wordt deel van de mix. Ja. Ja. Nou heb jij een hele fascinerende carrière die ik ook met grote belangstelling heb gevolgd. Je bent eigenlijk, je hebt je ingezet voor vluchtelingen via de UNHCR. Ik zal niet in de juiste volgorde, maar je hebt gestudeerd in Boston. Dat was veel. Maar wat ik leuk vond was zowel eigenlijk iets wat meer maatschappelijk politiek geëngageerd, als ook tekenen, toch? Ja. Wat was dus de opleiding dan? De Brown University? Brown University. Ik heb in Amerika gestudeerd. Internationale betrekkingen. Ja. Maar ook kunstacademie. Dus ik heb die twee naast elkaar kunnen doen. Wow. En dat komt typisch uit het vrije school. Toen ik daar aan het studeren was op school, hadden leraar afgesproken dat ik mocht blijven tekenen. Ja. Omdat dat niet een afleiding was, maar juist een manier voor mij om te concentreren. En ik heb eindeloos zitten tekenen, dus ik heb mezelf gewoon leren tekenen. En die ruimte kreeg ik op de vrije school. En toen kon ik ook zo doorschuiven naar de kunstacademie. En daarnaast een andere studie, want ik wist nog niet, wil ik kunstenaar worden of wil ik iets met de maatschappij doen? Uiteindelijk heb ik het laatste gekozen, want ik vond toch, een kunstenaar zit in mijn beeld toen heel erg in zijn studio met zichzelf te worstelen de rest van zijn leven. Oh ja. En ik wilde de wereld in. Dus ik wilde niet de wereld naar binnen, maar ik wilde juist de wereld naar buiten. En toen heb ik toch voor het maatschappelijke werk gekozen. Ja. Misschien het eenzame bestaan, wat misschien wel heel creatief is, versus het wat meer sociaal geëngageerde bestaan.
Ja. Waar je ook op een andere manier een maatschappelijke impact kan maken. Ja, maar beide stromen komen terug in de opleiding die ik bij de vrijschool had. Hmm. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe die twee dingen dan nu vandaag nog samenkomen. Ja. Je bent vandaag VN Klimaatgezant voor Nederland. Ja, een geweldig belangrijke positie. We weten allemaal hoe ernstig het gesteld is met het klimaat. Ja. Hoe combineer je, teken jij bijvoorbeeld nog wel eens? Ja, ik teken heel vaak. Dus ook tijdens vergaderingen. Niet, komt soms niet serieus over. Oh. Maar ik teken heel vaak. Ik teken dingen ook uit. Ik visualiseer ook heel vaak een probleem of een lastige situatie. Om dat ook duidelijker te kunnen met elkaar te kunnen verbinden. Dus die komen terug. Dus het is voornamelijk het creatieve denken dat nog heel sterk vertegenwoordigd is. Want met tekenen probeer je met een wit vlak, moet je, stel dat je op papier tekent, dan moet je met iets wat niets is toch iets maken. En soms lukt het niet, of lukt het anders dan je dacht. En eigenlijk merk je dat je heel vaak tot betere uitkomst komt. Niet dat je van tevoren een tekening helemaal bedenkt en dan gaat tekenen, maar dat je juist kijkt waar de lijnen je brengen en dat iets wordt. En dus bouw je op wat je aan het doen bent. En dat merk ik dat het ook een effectief middel is in problemen op te lossen. Op iets waar een wit vlak is, waar nog geen oplossing voor is. Om gewoon gaandeweg te zien waar het je brengt. En soms kom je tot verrassende uitkomsten. Wat fantastisch. Dus dat heeft helemaal ook jouw denken beïnvloed op die manier. Even een voorbeeld. Ik was ooit actief voor Nederland in Congo. Daar heb ik conflictvrij tinketen opgezet. Ja. Nou, je hebt een oorlogsgebied, metalen mineralen worden verkocht voor wapens en dat houdt de oorlog gaande. Toen hebben we een mijn gevonden die conflictvrij was en daar hebben we een traceerbare mijn van gemaakt. Dus elk zakje tin werd getraceerd en zo kon het niet bijdragen aan de oorlog en kon het als conflictvrij verkocht worden en kon je een vredeseconomie in plaats van een oorlogseconomie opbouwen. Nou, iedereen die ik vroeg, kan dit? Zeiden nee, dat zal je vast niet lukken. Het is oorlog, het is een corrupt land, het gaat niet lukken. En toch door het gewoon proberen, kijken waar we komen, zijn we er gekomen. En toen is één mijn conflictvrij gelukt. Nadat ik vertrokken ben, ging ik andere dingen doen. Toen is die mijn, hebben ze meerdere mijnen onder dat systeem gebracht. En uiteindelijk waren er volgens mij zo'n 1500 mijnen in Oost-Congo. Dat kunnen hele kleine mijntjes zijn, maar die zijn conflictvrij geworden volgens hetzelfde systeem. En 70.000 man zijn aan het werk geweest in een vredeseconomie. En als het goed is, bestaat het nu nog steeds. Dus, dat is nu al 15 jaar geleden, denk ik. Dat is geweldig. Dus puur om aan te geven, als je alleen maar denkt, nou, wat is de uitkomst? Ik weet al hoe dat het blad eruit komt te zien. Ja. Dan kom je er niet. En als je het gewoon probeert en kijkt waar je pen je brengt, dan kom je soms tot verrassende uitkomsten. Ja, dan schakelen we één niveautje hoger. Je gaf net al even off the record aan dat je er soms letterlijk van wakker ligt. Je zet je nu in voor het klimaat. Gelukkig zijn de meeste mensen er wel over eens dat dat op dit moment het grootste vraagstuk is wat we ooit in de mensheid hebben gehad. Ja. Naast misschien de meteorietinslag die we niet hadden kunnen voorspellen. Ja. Dus dat is zeg maar de grootste witte tekening die je voor je kan zien, toch? Witte vel. Nee, maar het is een vel waar heel veel lijntjes op staan. Dus de vraag is, kun je die lijntjes elkaar verbinden en kun je daar iets moois van maken? Het is een crisis waar, in vergelijking met Oekraïne, die zagen we eigenlijk, waren waarschuwingen, maar die zagen we niet aankomen. En daar hebben we heel snel op gereageerd. De klimaatcrisis is de grootste crisis die ons het meest helder gemaakt is door de wetenschap. En we reageren niet op dezelfde manier als we het met Oekraïne doen. En niet op dezelfde snelle manier handelen we. En dat is heel verrassend. Dat het ons dat minder lukt. En daar word je inderdaad, als je je rapporten leest net voor het slapen gaat, dan word je dan zwetend wakker. En zeker als je dan rondloopt en je ziet die kleine dochtertjes in bed liggen, dan komt het heel erg hard aan. En dan moet ik afleiding zoeken om dan weer in slaap te kunnen vallen. Dus soms komt het echt wel binnen. Ja, dat is ook heel goed voorstelbaar als je enigszins je openstelt voor waar we voor gesteld staan, toch? Ja. Ja. En hoe is het, hoe kun jij de vrije school, wat heb jij op de vrije school geleerd, wat je nu kan gebruiken? Je hebt natuurlijk een, als ik het zo mag noemen, een idealistische baan, maar je hebt natuurlijk ook echt een beïnvloedingsbaan. Je hebt een politieke baan, je hebt een sociale baan, het is een baan waar misschien wel bijna alle vaardigheden van de professionals een beetje, het is een creatieve baan. Ja. Hoe heeft de vrije school geholpen bij het werk wat je vandaag doet? Het is misschien een grote brug, maar dat je het punt al begrijpt. Ik als klimaatgezant moet ik Nederland vertegenwoordigen in het buitenland in klimaatdiplomatie.
Dus we zorgen dat andere landen in de wereld ook meegaan met klimaatambitie. Zich aan kunnen passen aan het klimaat en hoe adaptatie en klimaatfinanciering wereldwijd rondkomt. En daar werk ik met alle lagen samen. Voornamelijk met andere regeringen, maar ook met bedrijfsleven, met maatschappelijk middenveld, hulporganisaties, met kennisinstellingen, met jeugd. Dus je werkt met alle mogelijke maatschappelijke organisaties om dat doel te bereiken. Dus het is heel creatief. En als je dan terugkijkt naar de vrije school. We werden niet opgeleid om een instrumenteel te zijn voor de maatschappij. We werden opgeleid om deel te zijn van de maatschappij. En daarbij heb je een heel breed scala aan thema's wat je meekrijgt. Dus niet alvast specialisme opzoeken op je twaalfde, dat je al weet, nou, ik word alpha of beta. Maar juist zorgen dat je als mens zo breed mogelijk ontwikkelt. En dat is niet alleen het hoofd, de kennis, maar het is ook het hart, je motivatie. En je mensbeeld en hoe je tussen de mensen staat en je ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ook je kunnen, dus ook de vaardigheden, de praktische kant. Dat komt allemaal wel terug in de scala. En ik heb heel vaak het gevoel, heel veel collega's van mij denken lineair. Denken van een punt naar de andere in zo'n stip in de horizon. En er is maar één lijn die daar naartoe kan gaan. En ik zie het veel meer als een waaier. Dus je maakt hem open en je kijkt naar alle verschillende opties om tot het doel te kunnen komen. Dus als één manier niet werkt, zeg maar langs de overhedenlijn, dan ga ik via het bedrijfslevenlijn of ik ga via de maatschappelijke lijn of de jongere lijn. Ik vind een manier om toch tot het doel te komen. En het feit dat we heel brede opleiding hebben gehad op de vrije school, kun je dat ook opzoeken. En dan kun je inderdaad met mensen praten op het hoofdniveau, of het hartniveau, of het praktische niveau. Dus ook die drie lagen van de vrije school zie je terugkomen in je vaardigheden. Dus je zoekt dus welke manier kan ik met wie werken. En ja, je kunt ook zeggen, ik heb gewoon een prachtige piano met heel veel toetsen waarop ik kan spelen. En dan kun je een mooiere melodie maken dan dat je met één noot opgeleiding krijgt, waar je misschien heel diep en heel specialistisch bent, maar niet dat brede vlak hebt. Dus voor een generalist als ik, is de vrije school een hele goede basis geweest. Zo. Nou, dat is een heel mooi en veelzijdig antwoord, letterlijk en figuurlijk. Die periode op die vrije school. Hè. Ik heb wel eens een keer het grapje gehoord van iemand die zei tegen mij van ja, die vrije scholen, die kunnen eigenlijk nooit keuzes maken. Toen zei ik van nou ja, volgens mij hebben wij gewoon ook geleerd om heel veel opties te zien. Ja. Dat is een beetje wat ik in je verhaal klopt. Kan dat soms ook niet leiden tot in echt zien, dat je te veel opties ziet en dat je eigenlijk nooit een keuze kan maken? Laten we meegaan in het grapje van deze persoon. Maar nee, uiteindelijk kom je tot een goede overweging. Ja. Dus ik denk dat dat belangrijk is en je hebt alle opties bekeken. Maar doordat we dit constant doen, ga je heel snel door die opties heen. Dus het hoeft niet heel veel tijd te kosten. Dus het is een... Nee, ik denk dat het juist een heel overwogen proces is. De rest van de wereld denkt lineair. Dus ik denk, er is een niche in het breed denken. Dus daar vul je dus anderen op aan. En dat wordt, merk ik, in groepsverband ook heel erg gewaardeerd. Ik moet zeggen dat wij vrije scholers soms ook wel misschien in wat overdreven mate ook het vrije school-idee ophemelen. Althans, ik doe dat wel misschien doen we dat hier ook wel een klein beetje. Ja. Je kunt er ook zeker wat kritisch over zijn. Maar ja, wat natuurlijk de grote uitdaging is volgens mij voor de mensen die ik in mijn omgeving ken, zoals jij van vroeger, die vanuit de vrije school op normale maatschappij zijn gegaan. Van, er is ook altijd wel een adaptatieproces. Hè? Hoe heb jij dat gedaan? Heb jij moeite gehad überhaupt om de stap te maken van de vrije schoolwereld naar de normale mensenwereld? Nou, ik ben misschien daarom niet in Nederland gaan studeren. Oh ja. Ben naar het buitenland gegaan. Dus ik ben naar Amerika gegaan. En wat kon je daar doen? Je breed oriënteren. Dus ik kon breed university courses, heette dat op Brown University. En dan kon je zelf je eigen master samenstellen. En daar kon ik dus ook punten halen door studie te doen op de kunstacademie. En ik kon punten halen met international relations en international economics. Dus ik kon me heel breed opstellen en het werd allemaal gewaardeerd. Dus eigenlijk vond ik daar een betere aansluiting met mijn vrije schoolachtergrond dan elders. En toen ik terugkwam had ik de vrije schoolachtergrond en had ik ook het Amerikaanse opleidingssysteem kennis. Dus ik had op twee vlakken een ander inzicht, zeg maar, die ik meenam. En dat zag ik niet als een tegenslag, maar ik zag het juist als een meerwaarde om ook anders te zijn. Ja. En ik geloof heel erg aan complementariteit. Ik heb heel veel gaten in wat ik kan en wat ik niet kan. En die kun je alleen maar vullen met mensen die dat wel kunnen in een team. Samenwerken. Dus ik dacht, nou, ik heb echt iets te bieden, maar ik kan sommige dingen helemaal niet. Dus dan zoek ik anderen die dat kunnen aanvullen.
En als je dat erkent, dan hoef je niet te denken, ik ben alleen maar anders en ik moet me conformeren. Ja. Dan denk je, nee, ik heb juist iets unieks te bieden, maar ik moet wel zien hoe ik dat als aanvulling zie op wat anderen kunnen. Ja. Ja. En is het zo dat jij nog steeds, ik vind het heel gek om te zeggen anders, maar je hebt natuurlijk sowieso een speciale positie omdat je van een bijzondere familie komt. Ja. Voel jij je anders? Hoe werkt dat bij jou eigenlijk? En hoe staat dat in relatie tot de vrije school, waarin dat nog eens een keer extra aangezet werd? Vrije school is ook weer nivellerend, want je hebt iedereen van alles bij elkaar. Ja. En uiteindelijk zit je samen op school en wordt het ook allemaal deel van het verhaal. Iedereen heeft nogmaals een familieverhaal. Ja. En sommige zichtbaarder, wat ik heb, en andere minder zichtbaar, maar net zo kenmerkend voor die persoon. Ja. En dus als je elkaar leert kennen, dan heeft ieder zijn... Ja, dan wordt dat gewoon een deel van het geheel. Dus ik maak me niet... Ja, maar in mijn toolkit, zeg maar, dan heb ik de vrije school. Ik heb een Amerikaanse opleiding. Ja, en dan speelt mijn familieachtergrond. Is ook iets waar je rekening moet houden. Kan iets positiefs zijn of niet. Ik heb jarenlang niet mijn familietitel gebruikt voor twee redenen. Eén, ik wilde mezelf bewijzen wat ik kon zonder dat men wist wie ik was. En dat kon ik ook in Amerika heel goed. Ja. En, hoe noemde je jezelf daar? Gewoon Jaime de Bourbon, maar ze dacht dat ik een Bourbon is stelde als bourbon. Ze dacht dat ik een familie van whisky was. Dus dat is prima. De bewustzijn van de geschiedenis is wat minder daar. Dus dan heb je ook veel meer vrijheid om je eigen stempel te zetten. Lekker. En daarom heb ik ook naar Irak en Afghanistan mijn vinger opgestoken naartoe te gaan. Moest ik nog wel vechten binnen Buitenlandse Zaken dat ze durfden om iemand in mijn achtergrond daar naartoe te sturen. Uiteindelijk hebben ze dat gedaan. Die gevechten moest ik wel houden om te zorgen dat ik gewoon mijn eigen pad kon lopen binnen mijn werk. En uiteindelijk dat. Dus, ja. Autonomie, dat heb jij, daar heb je aan gehecht. Zeggen, het mensenleven is een mensenleven. Ja. Het maakt niet uit of ik dat ben of iemand anders. Als je iemand stuurt, je moet iedereen hetzelfde behandelen. Dus ik kan ook naar Irak en Afghanistan. Wat heb jij gedaan in Irak en Afghanistan? In Irak was ik een van de jongste ambtenaren toen mee om de ambassade in 2003 weer op te bouwen. Na de oorlog gewonnen hadden. Bagdad, neem ik aan. In? Bagdad, neem ik aan. In Bagdad, ja. En na 3 maanden merkten we dat we de oorlog hadden gewonnen, maar de vrede aan het verliezen waren. Hmm. En toen was er een bomaanslag bij het VN-gebouw waar ik elke dag werkte. En toen verloren we 18 collega's, VN-collega's. Zo. En toen werd jij was daar? Ja. Ik was er 1 kilometer vandaan. Ik voelde de klap van de inslag van die bom. Jeetje. En ik wist eerst niet wat het was. Maar toen later hoorden we dat het de Verenigde Naties was. En toen werd ik teruggetrokken na een paar dagen. En toen ben ik eigenlijk vrijwel meteen opnieuw uitgezonden naar Afghanistan. En daar was ik ingebed in een NAVO-missie. In een missie in het noorden van Afghanistan. En dan was ik de eerste diplomaat in een eerste militaire missie in Noord-Afghanistan. En dan ben je kijken van, nou ja, wat voor blauwdruk, hoe gaan we dit doen? En dan deed ik de onderhandelingen met de krijgsheren. En de start opmaken van een ontwikkelingsprogramma. Hoe gaan we hier met ontwikkelingssamenwerking om, complementairend aan het militaire werk van onze defensiejongens. Dus daar was ik de enige burger in een militaire omgeving. Dus de enige. Wat voor pak had je aan? Had ik gewoon een lichtblauw overhemd en een scherfvest. Maar ik had een civiele scherfvest, dus van de politie, denk ik. Maar ik wilde duidelijk verschil maken met militairen. Ik was de enige onbewapende persoon op het kamp. En en kwamen die krijgsheren bij jou in het kamp? Nee, ik ging naar hen toe. Zo. Dus ik klopte aan. Dus ik nam wel een escorte van Defensie mee. En toen gingen we praten. Of vaak ook met de commandant, van de Nederlandse commandant. Gingen we samen praten. En die krijgsheren natuurlijk ook militairen. Maar om daar een dialoog mee aan te gaan. Ja. Ja. En om ze zo ook voor... om ze ook te betrekken in de missie, neem ik aan. Ja, om te kijken hoe gaan we om met de eerste verkiezingen in Afghanistan ooit. Ja, ja. Wat kun je daarvan wachten? Hmm. Als er misstanden zijn, bij wie kun je aankloppen? Nou, bij je eigen regering. Ja. Wat komen wij daar doen als militairen? En zo. Ik zal het je niet in de mond leggen. Ik ga het een open vraag van maken. Maar hoe is dat voor jou nu om te zien wat er dan in Afghanistan gebeurt? Nee, toch... Zowel moeilijk, want je hoopt dat daar een verschil is. Maar aan de andere kant kijk je, er zijn toch wel ruim 20 jaar ruimte geboden voor de bevolking om te kunnen groeien. In bepaalde gebieden was er vrede. En 20 jaar vrede, kun je zeggen, nou, het is allemaal falen. Je moet kijken naar het eindproces, maar je kan ook zeggen, nou, er is een window of opportunity geweest van 20 jaar. Waar vooral jonge vrouwen en meisjes toch weer een opleiding hebben kunnen genieten. En dat hebben ze gewoon voor altijd bij zich. Dus...
En dan is de vraag, wat gebeurt er met hen nu, et cetera. Dus het kan zijn dat het echt alleen maar slecht nieuws is. Maar je kunt ook zeggen, een adempauze van zo'n periode is voor Afghanistan, in de geschiedenis van Afghanistan, toch best uniek. En ik hoop dat dat iets heeft gebracht. Maar aan de andere kant, ja, als je kijkt naar het plaatje nu, is het gewoon geen mooi plaatje. Ja. Ja. Ja, met allerlei vraagtekens nog. Maar ben jij een positief mens? Positief? Ik ben absoluut positief, ja. Nee, nogmaals, ik zou ook over klimaat, daar kan ik enorm zorgen maken. Maar grote maatschappelijke problemen. Maar ik zie ook heel veel handelingsperspectief. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, nogmaals, als ik zeg die waar en je kijkt, hoe kom je bij dat doel? En er zijn heel veel wegen. Ja, dan zoek je, als het de eerste weg niet wil, dan zoek je een tweede of een derde weg. Maar uiteindelijk moet je daar komen. Dus dat geeft je ook optimisme. En ik kom echt heel veel leuke mensen tegen. Ja. Ook mensen die jij hier geïnterviewd hebt. Toevallig ook allemaal vrije school, maar dat hoeft helemaal niet. Maar je komt heel veel leuke mensen die echt een duidelijke visie hebben. Ontzettende drive hebben en met echte oplossingen komen. Ja. En dat is gewoon heel inspirerend. Ja. En daar ga ik mee werken. Daar ga ik mijn aandacht op geven. Mensen die nu nog steeds climate deniers zijn, denk ik, nou, heel mooi, ik respecteer je inzichten, maar ik kan niks met je, dus ik zoek verder. En het probleem is, mensen zijn nu omgeslagen van climate deniers naar apathie, dus ach, eerst geloof ik niet dat het gebeurde, maar nu gebeurt het, maar nu kunnen we er niks aan doen. Ja, dat is de volgende uitdaging. Dan ga ik met ook een grote bocht omheen, want uiteindelijk moeten we toch tot actie komen. Dus, the opposite of love is not hate, but indifference. Precies, dat klopt. Ja. En daar, dat zeg ik ook vaak. En dat is, en indifference, dat is, apathie is een soort van, ik kan er niks meer mee doen. Ja. Het is al verloren. Ja, of whatever. Of whatever, ja. Maar apathie is nog bijna enger. Onverschilligheid is, kan me niet verschillen. Apathie is hier onderkend dat er een probleem is. Maar het probleem is zo groot dat je verlamt. Ja. En dat wordt dan je reden om volgens nog niks te doen. Ja. Dat is dat grote soort ogen in de koplampen van het haasje op de straat. Ja, ja. Ja, nee, dat is. En dat zie je ook als jouw missie om dat toch ook wel te. Ja, nou, het is optimisme is niet. Het zit in mijn karakter. Ja. Maar B is ook een heel handig middel. En je komt geen ondernemer tegen die niet optimistisch is. Nee, dat is waar. Je kijkt naar kansen. Ja. En je kijkt wat je kunt. Dus ik voel me een beetje als een ondernemer binnen de overheid. Hoe kun je zeker. Nou, jij noemde net al even Michel Scholten, die we toevallig ook vandaag deze ochtend hier hadden. Die is ook echt ondernemer, maar op een manier die natuurlijk fantastisch is. Ja, ik wist dus helemaal. Ik ken hem redelijk goed. Ja. En ik wist dus nooit dat hij op vrije school had gezeten. Nu vonden we dat hij net gehad hetzelfde van, ik ben net in de studio geweest. Ja. En, hartstikke leuk. Michel Scholten, even voor het interview, is dus de minister van de Nieuwe Economie. En oprichter-eigenaar van de, True Price en de Impact Institute. Ja. De succesvolle bedrijven die enorm groeien van 50 naar 100 in dit jaar. Dus met een enorm goede zaak om de juiste prijzen te geven aan. En van alle vrije scholen toevallig ook de vrije school in Zest gezeten. Ja, inderdaad. Ja. Even terug naar die vrije school. Ja. Jij bent daar terechtgekomen. Wat was de overweging van jouw moeder of jouw ouders om daar überhaupt voor te kiezen? Wat is dat? Wat, jouw moeder is prinses Irene. Ja. Staat bekend natuurlijk ook voor een enorme liefde voor natuur. Heeft ze daar al heel lang ook voor ingezet. In die zin begrijp je bijna ook wel. Ik denk dat zij. Want we zaten nog op International School in Amsterdam voor een jaar met de scheiding. Om te kijken bij welke ouder komen we terecht. En uiteindelijk werd het mijn moeder. En toen zocht mijn moeder een Nederlandse school. En zelf heeft ze ooit op de Kees Boeken school gezeten. Dus ze kent ook alternatieve scholen. Dus heeft ze heel breed. In Bilthoven toch? In Bilthoven, ja. En toen heeft ze heel breed georiënteerd van wat voor scholen zijn er. En toen is ze op de vrije school gekomen. En zei ze, dit is het. Dus het past heel goed. En ik denk dat ze dat gedaan heeft omdat het een school is die heel duidelijk richt op bewust leven. Dus dat heel bewust in de maatschappij staan. En dat heb ik ook zo ervaren. Ja. Zeker. Ja, dus in die zin paste dat jou ook, goed? Achteraf wel, ja. Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus voor mij was het heel goed, omdat ik die breedheid prettig vind. Ja. En daarin je eigen pad vinden. Ik merkte bij mijn oude broer en mijn tweelingzus dat uiteindelijk een traditionele school beter past in de zin van nog duidelijke structuur. En dus die zijn ook daarna andere scholen gaan opzoeken. Maar voor mij en mijn jonge zus Carolina en ik past het perfect. Ja, ik heb daar ook altijd heel erg in geloofd dat het per. Bij mij is hetzelfde verhaal. Ik heb ook, we zijn met vieren thuis. Mm-hmm.
Maar eigenlijk mijn twee zussen, die hadden beter ook wat meer gestructureerde school kunnen hebben. Dus dat ligt ook altijd aan het karakter van je kind, of je ervoor moet kiezen. Dat, die nuance, die mis ik nog wel eens. Ja. Het is dan vaak zo, oké, we kiezen met z'n allen, huppakee, weet je wel. Ook uit praktische overwegingen. Ja. Of, hè, dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Maar het is wel afhankelijk van het type kind, denk ik toch ook. Wat voor soort kind zou dat zijn, die dat dan daar thuis past? Ja, er zijn heel veel, ik kan geen één type bedenken. Voor mij was het, ik kan alleen bij mezelf liggen. Als kind was ik creatief, een beetje dromer. Op zoek naar de maatschappij. Nogmaals, brede interesse. En dat al die hele brede interesse van waar je ontwikkeld wil worden. Nogmaals, het hoofd, het hart, en maar ook de handen. Dus de praktische dingen maken. Mm. Dus ik moest timmeren, zagen. Mm. Ik moest leren naaien. Ik kan nog steeds, doe ik al het naaiwerk thuis. Als er ding moet gebeuren. Fluitzakken. Ja, nou, dat heb ik niet gedaan. Maar kopers slaan, dus je snapt hoe die materialen zijn, wat voor materialen zijn, et cetera. En nogmaals, toen ik in Congo in die mijnen was, ja, dat gaat over tin. En wat voor materiaal is die tin? En waar komt het vandaan? En je gaat door die lagen van de mijnen, denk je aan aardrijkskunde. Al die lagen van de aarde. De kabouters van de eurythmie, die met die houwelen in de kop. Ja, precies. En gewoon de verhalen die eromheen zaten, maar ook echt de aardrijkskunde lessen die er waren, de geuren die erbij horen. En dan het materiaal, wat ga je daarvan maken? Nou, hoe werkt het dan? Dan ga je mee naar de fabriek en uiteindelijk een smelter in Maleisië. Er zijn maar een paar smelters in de wereld die tin versmelten. Dus dan kun je ook conflictvrije mineralen, het hele papierwerk naar deze smelter goed maken. Maar wat doe je er dan mee? En dan ga je mee in de smelter. Dan zie je zo'n enorm vuur. En dat smelt dat. En dan giet dat in van die eigenlijk bijna hetzelfde soort vierkantjes als voor goud. Goudstaven. Goudstaven, maar dan tinstaven. En dan gaat het naar weer een fabriek in Nederland of Duitsland, die daar weer draad van trekt. En dat wordt weer gebruikt voor soldering. Of voor in Tata Steel voor een coating voor het blik. Zodat je niet meteen roestige blikjes hebt, maar dan een dunne coating. Dat is tin. Dus plotseling zie je waar het allemaal in terugkomt. En die interesse om te zien van helemaal van de mijn tot naar één product. Hoe zit dat? Ja, dat komt toch weer terug in je wat je allemaal geleerd hebt. En waar je komt. En hetzelfde met het klimaat. Ik heb trouwens ook een boekje meegenomen. Ik zat wel een getuigschrift. Heel graag. Maar zal ik het even erbij pakken? Ja, natuurlijk. Ja, ik zal nog even kijken. Heb ik nog iets naar die bankjes die ik gemaakt heb? En de sokken die ik gebreid heb, ik weet niet wat ik gedaan heb, of andere dingen heb ik niet. Maar de getuigschriften nog wel. Ja. En hier, deze herinner ik me wel heel goed. Want ik moest luisteren, ik moest opschrijven en ik moest er een tekening mee maken. Nou, drie manieren om opnieuw met de kennis om te gaan. En dat ging ik kennelijk heel zorgvuldig mee om. Dus dan maak je een mooie titelpagina. En uiteindelijk kom je dus, hoe je allemaal dingen die je later leert, van hoe werkt de hitte omhoog en de koud bij de bossen. Allemaal dingen die we nu wel weten van KNMI. Maar ook ontzettend interessant om dat heel jong mee te krijgen. Dus ik herinner me dit schrift, de tekeningen nog. En dus die heb ik erbij gehaald. Maar ook een tekening van allemaal verschillende wolken die er zijn. Cumulus nimbus, de cumulus stratus, de cirrus. Nou, noem het maar op. Dus al die verschillende. En doordat ik het getekend heb, kijk ik nog wel eens naar buiten en dan denk ik dat zal wel die wolk zijn of die wolk zijn. En hoe zit het in elkaar? Kunnen we dat even laten zien of niet? Ja, dat, doe maar. Tekening van allemaal verschillende wolken. Dus wolkenkunde, dus eigenlijk een soort KNMI-kunde. En om bewust te zijn van hoe werkt ons klimaat en hoe zit het in elkaar. En door die tekeningen te maken, herinner ik me een groot deel van die tekeningen, een groot deel van ook de namen die erbij zitten. Dus ik heb echt een heel sterk geheugen aan die periodes, die les die we gehad hebben op de vrijschool. Was aardrijkskunde ook voor jou een favoriet vak toen al? Ja, ik had een paar, drie favoriete vakken. Eerste was aardrijkskunde. Mm-hmm. En daar ga je door de lagen van de aarde heen en zie je hoe het ecosysteem in elkaar zit. De andere was geschiedenis. Daar ga je door de lagen van de tijd heen. En kunst. Dus dat waren de drie lievelingsvakken die ik had. Daar ga je door de lagen van creativiteit. Nou ja, misschien wel. Ja. En dus dat vond ik wel dat waren degenen die mij een beetje een duidelijk beeld gaven van waar we zitten en waar we zijn. Wow. En ik zie hier ook tekeningen van Afrika hier. Want het kobalt waar jij ook je voor in hebt gezet, eerlijk, dat is wat in mobiele telefoon zit. Toch? Ja, dat was tin. Ja. Dus, dat is tin. Okay. Maar er zitten tin, tungsten, tantalum. Tungsten is wolfraam. Ja. En dan heb je tantalum is coltan.
Dus het zijn verschillende conflictmineralen of techmineralen die dus in Congo gehaald worden. En kobalt heb je ook in Congo in het zuiden, maar het is niet het oorlogsgebied. Oh, ja. Maar het is wel deel van de hele economie, maar niet van de oorlogseconomie. Ja. Ja. Tot slot deze eerste, die liet je als eerste aan mij zien. Met die, de luchtcirculatie. Dus de basis werd al gelegd voor klimaatdiplomatie. Ja. Klas 10A. In de A-stroming. Wat geweldig. Ja, dat is toch leuk. Dat is toch mooi. Ja. Dankjewel. Even naar leraren. Ja. We hebben een gigantisch klimaatprobleem. Ja. Daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is voor de meeste mensen duidelijk. Op een iets kleinere schaal, maar toch ook niet onbelangrijk is het lerarentekort. Ja, dat is een groot probleem. Iets waar ieder weldenkend mens zich zorgen over zou moeten maken, denk ik ook. Leraar heeft een ongelofelijke impact. Wie was voor jou de favoriete leraar? Of ja, favoriet. Welke leraar heeft de meeste impact gemaakt bij jou op de school? Ik denk toch van de bovenbouw was het Kitty Steinboeg. Dat was onze klasse lerares. En lerares wiskunde. Nou, wiskunde was niet mijn kracht. Maar ik heb het toch helemaal gedaan tot aan het einde. Volgehouden tot aan VVO. En dat heb ik gedaan omdat het gewoon niet mijn kracht was. En ik wilde kijken hoe ver kan ik dat daar op de rodeo paard blijven zitten. En het feit dat zij daar zo veel passie over wiskunde sprak en elke ochtend wiskunde sommen deed. Ik denk dat ze het nu kunnen vergelijken met Sudoku. Ze zei, het is ook een soort puzzel. Het is een oplossing. En je moet kijken of je tot de uitkomst komt. En toen ik het zo begon te kijken, vond ik het wel een stuk interessanter. Dus ik vond haar heel inspirerend. En ook jaren daarna zag ik dat ze ook in de Raad van Leraren voor Nationaal gevraagd werd door het ministerie van Onderwijs om advies te geven. Want het lineair systeem zat in crisis. En want eerst hebben ze geprobeerd alle scholen die anders waren te conformeren aan het centrale systeem. Ja. En zelfs proberen sommige scholen schade tot te brengen. Het idee van conformiteit. En ook kwaliteit en toetsbaarheid van de overheid. Mm-hmm. En toen kwamen ze zelf in een crisis. En toen zeiden ze, wat voor een inspiratie kunnen we nog meer hebben uit het systeem. En toen keken ze naar al die alternatieve scholen voor inspiratie. Wat kan het ons vertellen en wat werkt voor het... En dan was zij degene die ook namens de vrije scholen advies gaf aan het ministerie van Onderwijs. Jaren later nog een keer kort met haar op het schoolplein tegengekomen en gesproken. En ik vond het een vrouw die niet alleen dus met wiskunde, maar echt met de hele maatschappij bezig was. Ja. En ze was nogmaals complementerend aan mijn kunde. Dus ik vond haar een boeiende vrouw. Ja. Ja. En heel toevallig is zij de moeder van een van de mensen die ook hier geïnterviewd hebben. Ja, ja, zeker Maarten Steinboeg. Ja. Ik ken hem nog niet, maar ook leraar aan de TU in Eindhoven. Ja, maar dat is een klein wereldje. Dus. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ook een hele inspirerende man. Ja. Fantastisch. Dus Kitty Steinboeg, dat was voor jou een inspiratiebron. Laten we eens even omdraaien. Wat zou er voor jou eigenlijk voor nodig zijn om les te geven? Wat voor soort... We hebben al eerder gehoord van andere mensen, zoals bijvoorbeeld Michel Scholte. Die zegt, 40% salaris erbij, want het moet gewoon beter betaald worden. Wat schort er eigenlijk aan? Het is zo'n eervol vak, maar het heeft zo'n eigenlijk toch wel een relatief lage maatschappelijke status, helaas. Ja, nou, dat klopt niet. En dat beeld moet veranderen. Voor mezelf, als ik het zou gaan doen, zou ik zeggen, ik ben even ergens anders mee bezig. Maar ik zou het niet uitsluiten dat ik over 10 jaar misschien, over 15 jaar... zeg, ik ga het combineren. Mm. Dus ik ga een paar andere taken doen en ga part-time lesgeven. Mm. Dat kan me voorstellen. En ik zie ook steeds meer mensen die daarnaar zoeken. Dus ik zou zeggen, richt je niet alleen maar op jong op te leiden talent. Maar kijk ook mensen die al iets betekend hebben en terug willen geven. Ja. En één voorbeeld is natuurlijk onze premier, die ook af en toe lesgeeft. Ja. Misschien is dat een heel mooi beeld. Dat mensen combineren 1 dag in de week lesgeven en 4 dagen in de week andere dingen doen. Maar zoiets zou ik me best kunnen voorstellen. Of zwaarder, dat je 50-50 doet. Maar het lijkt me op een gegeven moment is het mooi om terug te kunnen geven. En hoe mooier is het om dan echt aan de jeugd terug te geven. En dat zou dus ook voor de klas kunnen. Dat vereist een system change. Ja. Hoe zou je zoiets organiseren? Nou ja, ik denk dat sowieso de opleiding kan. Het betekent niet dat iedereen die heel veel levenservaring heeft meteen ook een goede leraar is. Dus er moet wel een cursus aan vooraf gaan. Het kan in combinatie met een bestaande leraar. Dus dat je sommige vakken overneemt, maar iemand anders zeg maar, de lijn doortrekt. Zeg maar, als je maatschappijleer doet, dat je een aantal mensen
tijdelijk invliegt uit de maatschappij om les te geven. Maar het kan ook een reeks lessen als het goed gaat. Want je moet ook het respecteren dat er ook echt leraren zijn die er echt helemaal voor opgeleid zijn. Mm-hmm. Maar er is ook een soort arrogantie soms van het systeem die zegt van als je niet dezelfde opleiding hebt gehad, dan ben je dus geen goede leraar. En daar zou wat frisser en wat vrijer naar gekeken moeten worden. Mm-hmm. En we moeten kijken, hoe gaan we met standaarden om en wordt dat ook geaccepteerd? Ja. Dus het mag niet het moet een aanvulling zijn op het systeem en niet plotseling de buurvrouw vragen, nou ja, zou je hem nu voor de klas willen gaan staan? Want nee, zeker. Niet nee, maar goed, even gewoon naar jouzelf kijkende. Ja. Als je dus stel je voor dat je klimaatlessen zou hebben op school. Welkste niet eens vrije school, maar gewoon school in het algemeen. En je zou jou toch daar als gezant of als ex-gezant tegen de tijd dat jij daar misschien wat meer tijd voor zou hebben. Dat is toch geweldig. Wat een impact. Het zou geweldig zijn. Je hebt de hele wereld gezien. Ja, we denken vaak, nou, dat willen we misschien voor studenten doen. Ook interessant. Maar ik denk, hoe vroeger je begint, hoe beter. En ik kwam laatst in Indonesië de een oud ambassadeur tegen. Die was net met pensioen. En een Indonesische vrouw. En ik zei van, als je niet voor diplomatie had gekozen, wat had je dan gedaan? Ze zei, ik was leraar geweest. En toen zei ze, sterker nog, ik ben nu net met pensioen. Ik word nu leraar. Wow. Dus die is nu een leraaropleiding aan het doen in Indonesië. En dan is zij een van de topdiplomaten van Indonesië geweest. En op de dag op haar pensioen wil ze leraar worden. Nou, dat vind ik prachtig. Ik was zo onder te hoort. Dus ik hoor dat steeds vaker gebeuren. En dus die ruimte moet ook geboden worden aan mensen, nou ja, wanneer ze ook willen in hun carrière. Maar ik zou ook zeggen, ook dat deel aan het eind van hun carrière om die kans te kunnen pakken. Het was bedoeld als gedachte-experiment, maar ik heb het idee dat je het echt wel wil, of niet? Nou ja, ik denk dat het zeker een optie is om te overwegen. Ja. Maar ik zou het altijd in een mix doen. Fulltime is een ander verhaal. Ja, dat is natuurlijk ook het is ook een heel zwaar vak, laten we eerlijk zijn. Kinderen kunnen je ook natuurlijk tot de laatste snik als een citroentje uitknijpen. Ja, we worden als ouder ook redelijk, ik heb twee jonge dochters, word je ook getraind in het hele spectrum van kind zijn. Ja. Dus dat neem je wel mee. En dan wordt het zien of het past of niet. Dan ga je een pilot doen, ga je het een keer proberen, kijk hoe het is. Ja. En dat het interessant is om door te voeren. Ik vind het een fantastisch idee. We moeten er ons sterk voor maken. Mijn laatste woord is er nog niet over gezegd. Iets anders is digitalisering. Vinden wij ook heel interessant vanuit het idee van de Vereniging van Vrije Scholen. We hebben een soort strategisch plan gemaakt. En een van de kernpunten daarvan is van de verhouding tot digitalisering. Dan praat je natuurlijk niet over de digitalisering als in dat je gewoon systemen nodig hebt om de organisatie te draaien. Dat staat niet ter discussie. Maar natuurlijk de tablets. Ja. De privacy, de datadiscussies in de scholen. Ja. Maar ook op het niveau van, moet je telefoon, mag die mee de klas in? Nou, dat mag volgens mij op bijna geen enkele school, vrije school. Wat is voor jou de ideale positie van de digitale wereld, als ik het zo mag zeggen? Nee, ik zou zeggen, gebruik het, want het is er. En mensen moeten klaargestoomd worden voor de toekomst. En die is gewoon een groot deel digitaal. En jongeren gaan het opzoeken in een privésfeer. Dus hoe dan ook. Ik denk dat nogmaals ook zo'n bewust leven, ik denk ook bewust gebruik van het wereld van de digitale, de positieve, de negatieve kanten ervan. Maar ook time management, dus het feit dat er geen telefoons in de klas is natuurlijk logisch. Maar dan zijn wij ouders niet vaak het beste voorbeeld, want terwijl we met onze kinderen zitten te praten, zitten we ook vaak even een e-mailtje weg te werken. Maar ik denk dat dialoog op school, maar daarmee ook deels thuis, over digitalisering, hoe je daarmee omgaat, hoe je tijd indeelt, hoe efficiënt je hebt, maar ook het alternatieven biedt voor digitalisering. Zodat je niet alleen maar gaat gamen, maar dat je ook alternatieven buiten aanbiedt. Dat die mix er is. Maar je kunt daar niet buiten blijven, want het is niet meer weg te denken in ons leven. En er zijn zoveel middelen die ook voor lesgeven ontzettend leuk en interessant en inspirerend zijn. Denk aan de podcast waar jongeren naar kunnen luisteren. Ja, alle thema's er maar spelen. Ja, dat is ook digitalisering. Ja. En laatst op weg naar school, ik moest 3 kwartier fietsen van Soest naar Zeist toe. Nou ja, dat doe je vaak met een groep vrienden, zit je lekker te kletsen, dat is al heel veel waard. Maar stel dat je een stuk alleen moet fietsen en doe je een podcast op een bepaald thema. Ja. En als de school dat motiveert van welke thema's die week interessant zijn, welke podcasts mensen kunnen luisteren. Dan kom je al met een ongelofelijke rijkdom aan kennis op school terecht. Ja. En dan wordt het fietsen een stuk minder saai. Dus ik zou zeggen, gebruik het, omarm het en... Help de weg te wijzen. Ja, zeker. Je moet daar gewoon in navigeren. En een morele discussie erover. Want dat vinden we moeilijk. En we hebben het wel over limiteren. Dus wat kun je doen thuis om sommige websites af te sluiten of wat dan ook. En hoe kun je kind controleren.
Maar je kunt dat kind ook een morele discussie aangaan. En dat vinden toch heel veel scholen lastig. Maar dat is gewoon, ik denk, vrij school redelijk mogelijk is. Ja, ja, mooi. Ja. Hey, en nog iets wat ten aanzien van de vandaag vrije school eigenlijk super populair. Dus van de scholen hier bijvoorbeeld in Amsterdam waar wij nu zitten. Ja. Wachtlijsten tot en met. Bijna alle scholen hebben wachtlijsten. Er zijn 32.000 leerlingen. Gaat allemaal hartstikke goed. Leraren zijn een beetje een probleem. Ja. Maar toch, het kan wel beter. Wat zou jij de vrije school toewensen in deze tijd? Ja, het is moeilijk om in te schatten. Ik denk dat allereerst bewustzijn dat ze een niche te pakken hebben. Dus dat de vrije school geen mainstream is, is niet een probleem. Maar het is juist een enorme waarde. Dus eerst daarop. Want in mijn tijd voelde de vrije school zich vaak aangevallen en bedreigd. Ik weet niet of dat nog steeds is. Ik denk minder. Maar het is ook mooi om te beseffen dat je een niche hebt. Niet voor iedereen ideaal is, maar voor sommigen wel. Maar dat ontzettend rijkdom heeft. Ik denk dat digitalisering wel een deel van de oplossing ook kan zijn. Want je kunt mensen ook onderwijzen met de beste onderwijs die er wereldwijd is via podcast. En die kan ook gemaakt worden door de vrije school. Dat je mensen zegt, maar ik geef je wat mee als er een tussenuur is. Ik weet dat wij in de laatste jaar af en toe wat tussenuren hadden. Dan gingen wij naar de kroeg. Of gingen we andere dingen doen. Maar, of gingen studeren. Maar dat je dan ook echt actief een pakket meekrijgt waar je dus zonder begeleiding, maar met wel een voorgeselecteerd programma, ook van heel goede leraren, maar die niet per se daar hoeven te zijn, les kunt krijgen. Ja. Dus dat je dat ook omarmt. En dat kan misschien ook wat ruimte geven in het pakket. Dat kun je niet helemaal loslaten. Dus dat moet je echt begeleiden en bewust doen. Maar ik denk dat daar zeker wat ruimte is om mensen wat mee te krijgen. En ik weet nu nog meer. En ik hoop dat het jullie lukt om nog meer mensen in te enthousiasmeren om mee te krijgen. Kijk, om leraar te zijn op de vrije school, dan word je echt aangesproken als vakpersoon. Dus niet een uitvoerder van een nationaal programma. Maar je bent echt een vakmens die bezig is met het vak wat je voor opgeleid bent. En omdat je met zo'n breed thema's bezig bent en echt de ontwikkeling van de mens met een duidelijke visie erbij, dan zit er ook een ziel in de leraarschap, wat met gewone leraren soms niet aanwezig is. Ik sprak sommige directeur van leraren op zoek naar een goede school voor onze kinderen. En ik zei, ja, waar is de ziel van deze school? Wat voor mensen wil je in de maatschappij zetten? Wat is de visie? En die zat er niet. Dat was een ontzettende goede leraar, ontzettend schattig. Maar heel vaak was het, ja, nee, het ons werk goed doen zoals het ons opgedragen is. Ja, ja. En niets erbij. Dus ik denk dat je een hele inspirerende baan kan zijn om op de vrije school juist een leraar te zijn. Ja. Dus ik hoop dat ook mensen enthousiasmeert om juist die keuze te maken. Ja. Ja. Ja, heel mooi. Er zijn nog twee dingen die ik graag met je wil bespreken. Eén ding waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Ik ben zelf katholiek, dus ik ben opgevoed met de paus. En jij bent ambassadeur geweest voor het Vaticaan. Hoe is dat? Wat moet dat door? Dat moet een bijzondere baan zijn. Ja, dus ik zoek ruimte. Hè. Ik zoek dat witte vel waar je op kan tekenen. En toen zag ik paus Franciscus. En ik dacht, dat is een andere soort paus. Dat is een disruptor. Dat hij doet dingen anders. Heel maatschappelijk gericht. En het instituut is een middel tot een doel. Niet een doel op zichzelf. Dus hij was, mensen constant in het nieuws toen hij net ambassadeur was. Toen hij net pauze was en toen stak ik mijn vinger op toen die plek vrij kwam. En toen zei ik, stuur nou eens een jonger iemand mee die dat netwerk leert kennen. En laten we met hem werken op drie thema's die hij belangrijk vindt en wij ook. En dat is vredesdialoog wereldwijd. En ze hebben een enorme kennis, want die kerken zitten overal in de wereld. Dus die kennis kunnen we met elkaar delen en vredesdialoog aangaan. Het tweede is klimaat. En het derde is vluchtelingen. Nou, dat zijn drie hoofdthema's van het buitenlands beleid. Drie hoofdthema's van deze paus. Dus ik zei, ik ga daar niet naartoe als hoofd van een religieuze instelling. Maar als een van de grootste maatschappelijke organisaties in de wereld. Daar kunnen we mee samenwerken. En toen had ik die businessplan geschreven. En toen uiteindelijk heeft het ministerie gekozen dat ik de meeste visie en match kon maken. En daar ben ik dus ook heel actief mee geweest met die drie thema's. Heb je de paus ontmoet ook? Ja, regelmatig. Regelmatig, ja. Zo. Dus eerst als je je geloofsbrieven aan gaat bieden, dan zit je met hem alleen one-on-one. En omdat ik Spaans spreek, ben ik al Spaans. Geen vertaler erbij. En dan moet je jezelf wel in de arm knijpen dat je naast de paus zit. En ik ben ook katholiek opgevoed. Ja. Maar het was gewoon mooi om te ontmoeten. En dat gesprek, dat ging maar door. Op een gegeven moment heb ik hem ook gezegd, die heeft vast betere dingen te doen. Maar het was een mooi gesprek. En daarna zie ik hem regelmatig, maar vaak met andere ambassadeurs en in een breder gezelschap.
Of als ik met de premier kwam, of met ministers kwam, of met maatschappelijke organisaties of hulporganisaties. Dan bracht ik ze vaak mee naar de paus toe en begeleidde ik die groep daar naartoe. En dan hadden we altijd even een korte uitwisseling. En hij herinnerde zich altijd iets van mensen persoonlijk. Dus hij herinnerde de namen van mijn dochters. Toen zei hij elke keer dat hij me zag, en hoe gaat het met je dochter Zita? En toen had ik een tweede dochter. Toen zei hij, kom eens, la mucosa. En ik dacht, mucosa, ik ken dat woord niet in Spaans. En mucus, het snotneus. Bedoel je mijn jongste dochter? Ja, dat kleintje. En toen zei ik, dat gaat goed met kleine. En toen, hoe heet ze ook weer, Gloria? En toen zei ze, toen voortaan wist hij Zita en Gloria. Dus altijd iets persoonlijks erbij. En dat deed hij bij mij, bij de tuinman, bij iedereen die ik sprak. Dat is een kwaliteit. En wist hij, of iemand anders, die was dol op muziek. Dan wist hij dat hij orgel speelde. Dus hij had altijd een persoonnelijk beeld bij iemand. En die hield hij dan vast. Zo. Dus echt een mens. En dat was een heel bijzonder iets. En om daarmee te werken met dat instituut. En dan heb ik echt geleerd om niet te oordelen. En te kijken hoe kun je samenwerken. Want het is een jungle van katholicisme. Dus je hebt rechts, links, maatschappelijk, institutioneel. Er is een weerwar van mensen die anders in het leven staan. En toch kijken van hoe kun je met ze werken. En hoe kunnen we samen optrekken. Zonder daar meteen een eigen beeld of een oordeel op te zetten. En dat heb ik daar echt moeten leren. Je zegt eigenlijk, het is een veelzijdigere organisatie dan mensen misschien wel denken. Ja. En tegelijkertijd ook een organisatie waar je natuurlijk heel makkelijk een soort grappen over kan maken. Ik ben zelf katholiek, dus ik ja, doe en dat en ik ook. Ik ben ook kritisch naar een mensgemaakte instituut. En toch blijft het bestaan 2000 jaar. Dus ik zei ook tegen een business school van Harvard, die kwam op bezoek. En die vroeg ook van, ben je nu katholieker geworden? Ik was al katholiek, maar ik ben wel in wonderen gaan geloven. Hoe kan dit instituut 2000 jaar bestaan? Want de mismanagement over de eeuwen heen is gigantisch. Ja. En ondanks het menselijk falen bestaat het instituut, als ik zei. Dat is het wonder, dat het nog steeds bestaat. Maar eigenlijk, als je een duidelijk corporate value hebt, dus de boodschap belangrijk is dan de mensen die ervoor werken, dan kan het instituut heel lang bestaan. Ik zei, als het bedrijfsleven ook een maatschappelijk doel neemt, die belangrijker is dan de werknemers, et cetera, en ondanks het falen kan blijven bestaan, dan kan misschien een bedrijf ook wel 2000 jaar blijven draaien. Dus daar moesten ze erg om lachen, maar ze bleven toch even nadenken van, zou er misschien iets van waarheid in zitten? Grootste multinational ter wereld, toch? Het is een heel grote organisatie, maar het is niet één organisatie. Het zijn duizenden organisaties die onafhankelijk van elkaar zijn, maar via de geestelijke bij elkaar zitten. En dat verkijken we. Dus niet elke priester is een dienst van het Vaticaan. Het is een dienst van het eigen kerk en die moesten ze zelf rondbrengen. Mm-hmm. Dus het is geen multinational, maar het is een coöperatief, zeg maar. Wat heb je geleerd? Je hebt heel veel geleerd, maar wat is je als levensles het meeste bijgebleven van die periode? Ja, het zijn heel veel dingen tegelijkertijd, komt er boven. Maar anders naar hetzelfde informatie kijken. Dus je krijgt vaak dezelfde informatie. We staan met vredesonderhandelingen in Burundi. Maar net van een ander perspectief. En dan wordt die informatie 3D. Bijvoorbeeld, of in Colombia. Het mag geen oorlog meer worden. Dat is wat de kerk zegt. Ik zeg, er is vredesbespreking en als het misgaat, dan wordt het oorlog. En ze zeggen, nee, dat kan je nooit deel van je onderdeel. Dus dan wordt vredesbespreking of vredesbespreking. Maar we moeten het via die band blijven bekijken. En geweld is nooit gerechtvaardigd. En dan krijg je net een ander perspectief. En hou je net iets langer vol om te kijken naar oplossingen. Dus ik denk dat die perspectief heel goed is. Het gevoel van solidariteit, dus het beginsel van solidariteit. En dan merk ik plots in Europa dat we wel één land zijn, of één gebied zijn, één Europa binnen de Europese Unie. Maar het gesprek wat het betekent om solidair te zijn, heel anders interpreteren. Mm-hmm. Het zuiden zegt, we zijn een deel van een familie, onvoorwaardelijke liefde. Wat we ook fout doen, we moeten daar voor elkaar zijn. Het noorden zegt, nee, het is een contract en daar moet je naar leven. En het oosten zegt, het is een opportunity die we daarvoor niet hadden. Nou, dus iedereen heeft anders. En het gesprek over solidariteit kunnen wij niet voeren. En moet je echt bij filosofen zijn of bij geestelijke zijn om dat te voeren. En het is best moeilijk om dit soort gevoelsmatige gesprekken te voeren. Maar als we dat niet uitspreken, dan hebben we constante misverstanden van waarom we niet voor elkaar klaarstaan binnen Europa. Nou, nu alleen met een dreiging van buiten zie je dat iedereen wel bij elkaar komt. Rusland, Maar intern hebben we dat gesprek niet gevoerd. En dan merk je dus de gesprekken binnen zo'n kerk. Heb je het ook over filosofische vraagstukken, dus ook over solidariteit. Hoe je het interpreteert en dat we het niet goed toepassen. Mm-hmm. Dus dat zijn van die inzichten die je krijgt. Meer filosofische gesprekken die je anders nooit voert. Prachtig. Ik jump altijd op en neer. Nou, jump ik weer even naar de vrije school. Als ene laatste vraag. Jouw eigen twee kinderen, dochters. Die
Gaan die naar de vrije school? Nou, ik heb er heel erg over nagedacht. En ik ben er nog niet uit. Ik denk het wel. Dus voor mij is het eigenlijk iets wat heel goed is. We zijn net na 7 jaar in het buitenland gekomen. De eerste dat ze weer in Nederland zijn. We hadden een schooltje waar ze verhuisd zijn. Net om de hoek. Mijn vrouw is opgegroeid dat ze met de fiets naar school ging. Dus voor haar was dat een prachtig beeld. Dus we hebben nu gekozen. Nou, nu zijn ze even op een Nederlandse school. Een meer gangbare school. En dan gaan we kijken even hoe dat daar gaat. Ondertussen gaan we kijken hoe het is met de vrije school in de buurt waar we wonen nu. En dan kijken we wanneer een goed moment is om die omslag te maken. Dus het is zeker een mogelijkheid dat dat nog gaat gebeuren. Ja, mooi. Want ik zie toch in de gewone school, laat ik het zo even noemen, er mist gewoon een ziel. Er mist een visie. Ja. En dat gun ik mijn kinderen wel. Mm-hmm. Ja. Mooi. Prachtig antwoord. Dan als laatste jouw werk als klimaatgezant. Wat hoop je te hebben bereikt over 10 jaar? Jij bent natuurlijk toch nog steeds 1 mens in miljarden mensen die moeten veranderen. Dus. Ja, nou, laten we het even behapbaar maken voor de vrije school. Ik denk dat mensen een vrije school, wat ik dus nu ook mee heb gekregen, maar wat ik hoop anderen ook meekrijgen, is het bewust leven. En als je bewust leeft, dan kun je niet wegkijken voor alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Dan ben je ook dankbaar. Wij danken elke keer dat we gingen lunchen. Dan gingen we daar even een spreuk bij hebben. Dus even bewust zijn van waar komt het allemaal vandaan en dankbaar. En dan zet je mensen neer die ook tot oplossingen kunnen komen. Dus ik denk dat we dat het mooiste is wat de vrije school kan geven, bewust leven. Dat neem ik nu ook mee, dus ik hoop dat ik daarna ga handelen. Ik hoop dat we, het wordt helemaal technisch, maar ik hoop dat ik meer landen meekrijgen in ambitie. Dat ik ze ook help, degene die willen, maar niet kunnen, om die brug te slaan. Dus met klimaatfinanciering of met kennis en kunde uit Nederland dat verbinden, zodat ze toch een grotere stap kunnen maken. En ik hoop dat verbinden allemaal naar de natuur. Want het zou je misschien verbazen, maar de klimaatbeweging en de natuurbewegingen zijn totaal van elkaar gescheiden. Hmm. Verbaas me niet. En dat is ook dat bewustwording binnen vrije school. Het bewustwording van de natuur, je omgeving. Als er maar één partner is die onze beste partner is om klimaat aan te pakken, dan is de natuur zelf wel. Hmm. We moeten even wat ruimte geven om te regenereren. Ja. En dan komt het weer helemaal tot bloei. En een groot deel daarvan is gewoon pure gratis liefde en gratis service en gratis. En we zetten dat onder druk. Ja. We zien het als een utiliteit of we zien het als een slachtoffer. Maar we zien het niet als volwaardige partner. En ik denk dat die bewustzijn, ik hoop dat ik daar een slag kan slaan. Maar ik hoop ook dat de vrije school en de leerlingen ook die bewustzijn zien. Want ik zit dan heel vaak met mensen over klimaat te praten en over tech-problemen en tech-oplossingen. En die zijn allemaal nodig. Maar vergeten gewoon de natuur, onze eigen omgeving en de regeneratie van de natuur. Hoe ontzettend rijk is de bossen, de grasvelden, de mongroves. Alles wat er is dat de CO2 opvangt en opslaat. En daar kun je geen machine of mensgemaakte oplossing tegenaan zetten. Geef het gewoon de ruimte en ga er gewoon goed mee en bewust mee om. En ik hoop als dat bij de vrije school verder aangezet kan worden. En daar een hele generatie hebt die natuur als partner ziet als gelijkwaardige. Dan zijn we een stuk verder. Het lijken me prachtige laatste woorden. De natuur is onze partner en onze vriend. Ja. En ik hoop ook dat je daar de mensen die al dan niet naar de vrije school toetrekken met kinderen of als leraar of de mensen die op de vrije school zitten hebt kunnen inspireren daarmee. Als je je hart opent, dan komt de natuur binnen toch? Dan is absoluut. Het ook niet. Ja. Dan hoef je ook niet eens rapporten te lezen, toch? Dan voel je toch dat je er respect voor moet hebben. En dat zien we nu dus. Nu de rapporten zijn geschreven door wetenschap, maar iedereen heeft in de zomer de natuurramp in Limburg gezien. Iedereen die op vakantie ging zag de bosbranden in Zuid-Europa. Je ziet het op het nieuws elders. Nu droogte in Kenia. Dus je ziet het gewoon overal om je heen. Ja. Dus het gewoon waarnemen, open zijn. Dan krijg je de informatie al binnen. Ja. Nou, dan kan het nog verstand nog erbij komen. Maar dan zit het al in je systeem. Ja. Mooi. Dank je voor de uitnodiging. Nou, ik vond het geweldig dat je er was, Gijmen. Ja. Ik wens je heel veel plezier. We blijven je volgen. Helemaal goed. Nogmaals dank dat je met ons wilde praten over jouw periode op de vrije school op de Socrateslaan in Zeist. Socrates, wat een mooie filosoof in dit verband ook. Dankjewel. Merci. Ciao. Ciao.